Oké, trainen gaat me redelijk goed af, maar ik kan op dit moment nog niet echt goed gezond eten. Dus in plaats van een Jeffrey heb ik ook een coach nodig die mij gaat uitleggen hoe ik gezonder kan eten. En die heb ik gevonden. Tada! Dit is Klaartje van Foodness. Een fantastisch leuk blog over gezond eten. Ja, het gaat op foodness.nl over gezond eten, want ik wil laten zien dat dat veel makkelijker is dan veel mensen denken. Je moet gewoon een beetje inspiratie hebben, niet bang zijn om dingen te proberen. Dan is gezond eten echt niet zo ingewikkeld. Dus je hebt ook niet altijd 1000 ingrediënten nodig. En zelfs jij kan mijn recepten maken. Dat zelfs is tenminste wat ik denk. En dat gaan we nu natuurlijk testen. Dat is de uitdaging die jij dat nu is de uitdaging. Uitgaat. Ik denk dat iedereen toch wel zo'n 9 gerechten heeft, die hij dan gewoon in 2 weken recycled of zo. En je bedoelt dat je die recepten dus eigenlijk voor jezelf nu iets gezonder wil maken? Ja, kijk, ik moet nu veel bonen eten, sugarsnaps, allemaal dat soort dingen. Je kan wel gewoon een heel bord met sugarsnaps gaan zitten knagen. Nee, dat moet je niet doen. Dat heb ik 2 keer gedaan. En dan denk je, dit is niet heel erg leuk. Letterlijk, een bord vol sugarsnaps. Ja, gewoon dat echt. Met een paar aardappeltjes erbij en een stukje vlees. Nou, dan ga je toch een beetje wokken met een beetje sojasaus en garnaaltjes en dat. Ja, nou, dat zou jij doen. Dat zou ik doen. Ben jij zo nodig. Daarom ben je zo nodig in mijn leven. Het is binnenkort Valentijnsdag. Ja. En wij gaan een Valentijnsding maken. Nou, leg jij uit wat we gaan maken. We gaan sushi maken, want dat doet het altijd goed. Ja, dat zeg jij. Sushi en vrouwen, dat is echt een goede combinatie. Ja, sushi, daar score je mee. Als man zijnde, zorg dat je sushi kan maken. Dan ben je binnen. Oké, dus dat is de tip voor alle vrijgezelle mannen. Dat ga als een beest oefenen op je sushi, want dat is gewoon echt patoem. Zo. Echt patoem. Patoem ook, ja. Maar we gaan dan wel een koolhydraatarme versie maken, dus we doen hem zonder rijst. En in plaats van zeewier gebruik ik dan omelet. Ik noem het sushi omdat het er zo uitziet, maar je wil natuurlijk op Valentijnsdag wel nog een beetje energie hebben na het eten en niet alleen maar in een foodcoma met zo'n pens. Nee, je moet zodra je tot op een bepaald level is, dan moet het gewoon ook nog een beetje zo van Precies. Dus niet te zwaar, iets minder koolhydraten dan met gewone rijst, zodat je daarna nog lekker aan de slag kan, zeg maar. Ja. We beginnen met de omeletten, want daar moet je dus de sushi van rollen. Mm-hmm. Dus we maken 2 omeletten van 4 eieren. Dus hier mogen 4 eieren in. Dan ga ik in de tussentijd. Mag gewoon de eiwitten mogen daar ook gewoon bij? Ja, natuurlijk. Waarom zou je een deel van het ei niet eten? Dat is toch zonde? Nou, dat zeg jij wel zo stellig. Maar ik moet in mijn dieet meer eiwitten eten. Dus dan moet ik uitsmijtertjes eten met 3 keer eiwit en 1 keer eigeel. En wat doe je dan met dat eigeel? Dat eigeel, recycle ik in de vorm van eigeel havermoutkoekjes. Oh, ik ben heel benieuwd naar die koekjes. Ja, ik wou zeggen, ik geloof er geen reet van. En dat is dus zonde, want dan gooi je eten waar die. Weet je hoe die kip daar zijn best op heeft gedaan? En jij gooit het gewoon weg. Ja, true. Dat is toch zonde? Moet er ook nog iets in de pan om het. Olie. Zal ik. Oh nee, dat is azijn. Hebben we eigenlijk wel olie? Oké, hij is nu alweer uit. Dat gaat goed. Hebben we olie en we hebben geen gas? Kunnen we dat niet in kokos? Dat zijn details. Kun je dat niet in kokos olie? Ja. Dat is een hele goeie. Dat verzin ik dan weer. Ja, maar dus met kokosolie kan het ook heel goed, hoor. Aan het handje mee moet nemen. Dat is. Maar goed, dat is een beetje. Heb je dat ooit eerder gebruikt? Ja. Ja? Ja. Waarvoor? Ik gebruik het nu een beetje als vervanging voor olijfolie. Dus als ik iets ga bakken, doe ik het in kokosolie. Zo. Nou ja, nee, het geeft een heel klein beetje een kokossmaakje. Dat vind ik zelf heel lekker. Maar ik gebruik het serieus ook als body lotion, als haarmasker. Ja, want het is eigenlijk een soort van vaseline. Is, maar dan. Vaseline is. Okay. Nee, maar ik bedoel. Het kan een hele bijzondere Valentijnsavond worden. Dat bedoelde ik dus even niet. Dit krijg je dus als je met mannen in de keuken staat. Hè? Maar wat ik wou zeggen is dat het dus een heel natuurlijk product is en dan ook nog eens multifunctioneel.
Ik vind dit fascinerend. Volgens mij gaat het helemaal mis. Nee, dit gaat echt niet goed. Weet je wat? Jij gaat meteen de brandblus erbij. Maar hij staat hier toch net zo te doen, of niet? Ben ik nou helemaal gekke Henkie? Je moet ook wel echt best wel hard duwen. Misschien moeten we even niet het handvat boven. Hey. Kijk, kan er wel. Nee, kak. Ik snij ondertussen even mijn avocado verder. Ja, gelukt. Je mag er dus twee maken, dus zeg maar 2 eieren per omelet. Ja, oké, maar ik heb er nu net 4 geklutst, hè? Ja? Maar dus ik moet gewoon 2 losse omeletten maken. Ja, dus je doet de helft. Je moet de helft. Ik had ook gewoon 2 eieren kunnen kloppen. En dan weer 2 eieren kunnen kloppen. Ja, heel goed, want 2 en 2 is 4 en nu hebben we er 4 in totaal. Dus nu moet ik ze gewoon halveren. Dat is ingewikkeld weer, omdat je dat dan moet afmengen, bedoel je? Of... Niet te veel van mijn vragen in één keer. Kan je ook gooien? Nee. Echt niet? Nou, misschien. We gaan het even proberen. Ik wou zeggen, ik denk dat dat... Je mag hem trouwens niet laten mislukken, hè? Dat begrijp je. No pressure. Wow! Hatsa flatsa. Doet hij even gewoon, hè? Kjeng! Daar heb ik net wel het ei op gedaan. Dat heb ik wel schoon gemaakt. Ja, je bent niet met de vrouw in de keuken. Dat is heel bijzonder. Is dan zijn dingen ineens schoon. Hij ruikt wel lekker. Eigenlijk heb ik best honger. Zo. Ja, maar ik heb wel een beetje het gevoel dat hij echt heel erg hard aan het gaan. Ja, dat is ook wel zo. Misschien moet je hem even gooien. Ja, misschien zit ik dan onder het eigeel. Dan krijg je weer te horen dat ik alles moet gebruiken. Ik wil beginnen met de aspergetips. Ik heb 150 gram, dit is 200 gram. Dus nou ja, we kunnen ze natuurlijk ook allebei gebruiken. En die komen al op. Dat denk dit ik ook vind wel. Ik echt super lekker. Ja, ik ook. Dit doen we gewoon een klein beetje roerbakken, zodat ze niet meer... Helemaal rauw zijn. Ja. Nou, zo kom je vanzelf al aan de minder. Gewoon weer het kleinste pannetje, alles erin. Een beetje zeker dat het... Ik kon geen grotere vinden. Het is hoe schattig dit eruit ziet, dat is toch juist één, hè? Superleuk. Moet er nu ook... Spinazie bij. Ja. 2 handjes? Ja. Ik zie gewoon het hele fornuis hier langzaam groen kleuren nu. Ja, maar het is gezond koken. Dus je moet ook een beetje in een groene omgeving moet je zijn. Een soort in de natuur. Ja. Natuurkoken is dit. Ja. Buiten keken. We leggen zeg maar dit zo, weet je, zo in de lengte dat het mooi past hier erop. Dan gaat daarop die zalm. Dus we hebben allebei een plakkaat zalm. En die gaat er bovenop. En dan rollen we hem gewoon dicht. Beetje avocado erbij. En je moet dus wel een beetje delicaat dit... rollen zo meteen. Het is kwetsbaar spul, zo'n omeletje. Daarom is het. Moet je dat dan niet met zo'n sushi matje ook rollen? Ja, dat kan. Heb je die toevallig bij je? Nee. Nou ja, dus het hoeft niet. Je moet hem niet al te dik maken, want dan kan je hem niet meer heel goed rollen. Oh, daar kom je nu mee, als ik hem helemaal vol heb geplakt met asperges. Ja, dat was inderdaad wel precies mijn timing. Ja. Zo, maar dit is echt een mooie zon. Ja, kijk ook hoe mooie kleur die heeft, hè? Zo. Damn. Nou, dat is dus de reactie waar je voor gaat als je een Valentijns... maar deze is wel echt... Ja, man, hoe ga je dit nou? Dit kun je toch helemaal niet dichtrollen, joh? Ja, maar je mag er dus een beetje dik. Ja, maar jij staat hier toch... Jij bent mij toch aan het coachen als ik een workout aan het doen ben. En ik knal 200 kilo op zo'n ding. Dan zegt Jeffy toch ook, ja, nou, dit gaat niet werken, dat krijg je niet omhoog. Ja, jij maar wanneer onthaal je het beste? Als je het eerst geprobeerd hebt en het gaat mis en hij zegt dan, dat was ook wel een beetje veel. Zo'n vrouwelijke approach is dit. Wanneer onthaal je het beste? Ja, maar is het waar of is het waar? Ja, dat is wel waar. Hier, ga maar een omelet eten. Oké. Sushi vinden vrouwen... Lekker, sexy, is mooi, sexy voedsel. Ik zei niet dat het een sexy voedsel is, ik zeg wel dat je er punten mee scoort. Want het is wel, dat moet ik er wel bij zeggen, het is wel vrij lastig te eten. Het is een dikke rol, die snij je aan stukken en die eet je op. Dus Freudiaans, zit er iets raars in sushi?
Ja, dat maak jij er nou weer van. Zo had ik er echt nog nooit over nagedacht. Ik heb nu deze sushi verpest voor vrouwen. Ja, daar gaat het Valentijnsrecept. Dankjewel hiervoor. Yes! Dit wordt helemaal niks meer. Nee. Ik word echt... Maar het is wel lekker. Het is wel lekker. En gezond. Gezond, dat is ook belangrijk. Ja. Het is ook gezond dat je goeie straks vet, eenzaam hè? In je eentje op je vlekje zit. In je onesie, op de bank, met je sushi. Ja. Het is wel gezond. Kijk. Tadaa. En eigenlijk moet je dan een soort van, dat je zo heel voorzichtig open doet. Kijk, want dit moet de camera natuurlijk even zien. Zo mooi ziet hij er dan uit. Camera. Dit is wel een kunstwerkje hoor. Camera, je moet erin. Je moet erin met het shot. Dat is een Valentijnsgedicht. Ja, dit is wel. Dit is wel dat is hem. Ja, dit is gewoon. Maar die structuur is inderdaad wel heel tof. Misschien moet je wel van avocado een hartje maken. Zit er geen hartje? Is het geen hartje? Nee, het is geen hartje. Het is niet echt een hartje, maar het is wel heel creatief. Om dan zo vullen met zalm. Dat wordt mooier en mooier. Dat komt door het geheime ingrediënt. Weet je wat het geheime ingrediënt is? Ik vermoed dat het begint met een L. Nou, als dit geen punten scoort, dan weet ik het ook niet meer hoor. Zo. Dit gaat wel. Wauw. Ga jij hem omdraaien? Zal ik hem omdraaien? Nee, jij hebt het gemaakt. Jij bent de chef. Kijk eens even. Dit is het. Dit is gewoon... Hartje. Wij gaan het opeten, want ik heb wel echt knijterende honger gekregen in de tussentijd. Zo hard staan koken. Het is echt niet normaal. Wil je het hele recept weten van dit, dan zet ik de link in de comments naar het blog van jou. Naar foodness.nl. Kijk, daar, subtiel er ook even in. Zo die uur wel. Zo. Die, echt super, super ja, scherp. Ja, 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 heel net wel. Zit ik op. En geef het filmpje een duimpje, een likeje en laat even weten of het gewerkt heeft. Niet in detail, want dan krijg ik een blokkade van YouTube. Wel met detail, met foto, video's, alles. Oké, okay, ja. Nou, reactievideo's vanuit de bedstijl. Nou, helemaal top. Doei. Het wordt wel lastig om dit in tweeën naar binnen te werken. Ja, je moet een grote mond hebben. Ga ik weer. Oké. Okay. Cheers. 1, 2. Eet smakelijk. Yo. Maar is het lekker? Het is echt heel erg lekker. Mondvol, maar wel lekker. Goed verhaal. Lekker kort. Ik begin een voordeel te zien voor mannen van sushi. Als je ze groot genoeg maakt, houdt ze gewoon 5 minuten in de mond. Dat is mijn insteek hè, met dit Valentijnsgerecht. Er zit een win-win situatie in dit gerechtje. Top! Auw!